vandaag testen we de Skoda Octavia uit 2018 met de 1.0 TSI motor in combi uitvoering. Dan zou je misschien wel zeggen van goh, die is al een paar weken geleden al eerder getest. Dat klopt. Alleen het verschil met dit is dat ik deze auto waarschijnlijk ga kopen. Ik heb een mooi aanbod gekregen voor de huidige auto en deze auto is ook scherp geprijsd. Ik overweeg zeker om deze auto aan te schaffen. Nou, in principe is deze auto gelijk aan de vorige auto die we getest hebben. Alleen is deze auto nog een paar hele kleine puntjes. Een klein beetje luxer en iets uitgebreider. En dan moet je denken aan, hier zitten parkeersensoren voorop. Dat heeft die andere auto niet. En hier zit ook een iets uitgebreider radio in. Dat die andere auto ook niet had. Met iets meer mogelijkheden. Het navigatiescherm is hetzelfde. Maar de functies met direct connect en zo. Ja, DB+. Dat is wel een voordeel. En deze auto heeft ook een extra pollenfilter erin zitten. Zodat je alle rommel van buiten ook echt niet binnen krijgt. Dat is ook wel een dingetje. En wat ik ook heel erg belangrijk vind. Ik wil altijd, als ik een nieuwe auto koop, dan wil ik eigenlijk dat hij een andere kleur heeft dan de vorige. Niet zozeer voor de buren. Maar dan heb ik echt het gevoel dat ik echt een nieuwe auto rijd. Zeker als ik een auto rijd van hetzelfde model. Nou, in principe heb ik al heel veel verteld over de Octavia met een 1000cc motor. Ik heb toch besloten om de 1000 te kopen en niet de 1500. Dat heeft natuurlijk eerst natuurlijk te maken met de aanschafprijs. De 1000 is gewoon natuurlijk beduidend goedkoper dan de 1500. Hij is een tarief voor lager in de wegenbelasting, ook niet onbelangrijk. En dat uitschakelbare systeem met die twee snelheids gaat lopen, ja, dat is hartstikke mooi, maar je hebt er alleen wat aan als je constante snelheden rijdt. En nu rijden we gewoon op een 80 weg, rijden we netjes op de cruise control, zou je dat systeem kunnen benutten. Maar als je in de stad rijdt waar je dat niet kan gebruiken, zou je ook minder op twee snelheids rijden. En als ik heel eerlijk ben, rijd ik liever op 3 cilinders dan op 2 cilinders. Dus dat is wel even een dingetje. En ik heb ook het idee dat deze auto in principe op de lange rit zal het weinig uitmaken qua verbruik. Maar ik denk deze auto de punten pakt op het moment dat hij in de opwarmfase is. Als je in de stad rijdt en als je het niet gebruik kan maken van dat cilinderuitschakelsysteem. Dat is wel een dingetje. En wat ik ook hoor is dat er toch nog wel wat probleempjes zijn met de 1500 motor. En deze 1000cc heeft eigenlijk eigenlijk helemaal geen enkel ding om aan te merken. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Nou, rustig afremmen. Voor de rest, al die Octavia's hebben allemaal wel ongeveer een vergelijkbare uitrusting. Het zijn deze auto natuurlijk wat kleine dingetjes heeft die andere auto niet heeft, waar ik net al over verteld heb. Maar ja, het zijn net die kleine dingetjes die een auto smaak en kleur geven. Als ik een beetje overschakel. Het gemiddelde verbruik op de rit is dan 1 of 14,5. Maar goed, er zit ook een fotosessie bij. En een koude boot wegrijden natuurlijk. Nou is het niet echt super koud buiten. Een graadje of 12, 13. Dus dat is niet echt super koud. Maar het is ook niet bij zijn spreken, als het een graadje of 20 is, dat je einde van de straat bent en dat je bij zijn kanaal al de boel op temperatuur hebt. Daar is nu geen sprake van. En wat zit in de tank? Als er E10 in zit, zal het verbruik natuurlijk minder gunstig zijn als ik hem straks 98 ga tanken. Want ja, E10, daar heb ik iets tegen. Op papier kunnen ze er wel tegen, maar in de praktijk zie je het toch wel. Dat E10 een hoop nadelen heeft. Een daarvan is minder vermogen. Hij loopt minder mooi. Hij verbruikt meer. En ook al is er op berekend, kan allemaal wel zijn. Ik heb iets te veel foto's en filmpjes gezien op internet van auto's die ook geschikt waren,
waar dingen als een vlotter van de benzinemeter, onderdelen van de benzinepomp en de tankinstallatie gewoon behoorlijk aangevreten waren door die vreselijke troep van een ending. En het tweede punt is, E10 is vanaf productie maar een maand of vier gegarandeerd houdbaar. Daarna kan het uit elkaar vallen. Nou, in principe doe ik nooit geen 4 maanden met een tank benzine. Hooguit een week of 3, 4. En als ik een hele rustige periode heb, zult het een keer 5 zijn. Maar dan is het ook een keer klaar. Maar goed, toch heb ik zoiets van, ja, ik hoef het niet zo nodig. Ik woon ook dicht bij de grens. Waardoor ik natuurlijk erg goedkoop aan euro 98 kan komen. Sterker nog, ik betaal in Duitsland in 98 minder dan ik in Nederland voor 1,10 zou moeten betalen. En dan steek ik minstens 10, 15 cent in de zak. Dus zou ik in Nederland 98 tanken, ja, dan bespaar ik wel ruim 30 cent per liter. Dat is wel even een dingetje. Nou, voor de rest, zoals je gemerkt hebt, hier zit de automatische sensor op voor de regen. Dus daar hoef ik helemaal niks aan te doen. En ook uiteraard, zoals de meeste Octavia's hebben, zit hier een automatische ding in voor de verlichting. Hij heeft dagrijlichting voor en LED heeft hij achter. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld vrij luxe. En de radio doet ook heel erg leuk. Dat klinkt eigenlijk best wel mooi. Ik heb geen USB-stickje erin gestopt. Die kan ik hier onderin steken en dan gaat hij de muziek daarvan afspelen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Je hebt een muziekje bij je, je steekt een stickje erin. En vervolgens gaat hij ook gelijk direct dat voor je afspelen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie voorziening. En als het goed is, in het kastje hier ook een tweede geheugenslot. Naast de kaart kan je je eigen geheugenkaart insteken. Waarmee je je eigen muziek in kan steken. Dus zometeen kan ik mijn eigen geheugenkaart erin steken. En heb ik in één keer al mijn eigen muziek bij de hand. Dat vind ik gewoon, erg handig en ook wel erg fijn. Nou, merk ik iets aan het rijden? Nou goed, deze auto is natuurlijk gewoon hartstikke nieuw en vers. De andere auto zit al op 113.000 kilometer. Deze heeft er net 18.000 gereden. Dus deze auto is net ingereden eigenlijk. Hij moet nog zijn eerste grote beurt krijgen. Dus wij zeggen, alles wat er in deze auto zit, is nog allemaal zo'n Skoda dat 14 maanden geleden in elkaar heeft geschroefd. Dus eigenlijk kan je spreken van een nieuwe auto. Nou, wat ik ook erg leuk vind, handig vind, is hier heb je, hij geeft ook aan de snelheden. En als het goed is, kan ik die snelheden ook daar in het navigatiesysteem laten inzetten. Als ik zou kiezen voor navigatieweergave, dan laat hij ook de borden daar zien. En ja, dat is natuurlijk wel erg handig. En je kan ook een heleboel andere dingen kan je bij de weergave ook nog aanpassen. Zo van, dan zet je dagverlichting, splitscreen kun je aanzetten. Dan laat hij hier zien allerlei aanwijzingen van het systeem. Ja, maar vroeger mocht je hier 100, dat mag nu niet meer. Ze hebben er 80 weg van gemaakt. Nou, deze auto is lekker luxe, zoals we het kunnen noemen. Daar hou ik wel van. Niet alles heb je nodig, maar een heleboel dingen zijn toch wel prettig. Als je ze hebt, en wat ook een ding is, als je het ene wil, krijg je het er andere min of meer erbij. Je kan het niet los afhankelijk kopen. Maar goed, het heeft ook geen meerprijs. Dus mij hoor je niet klagen over een ruim uitgeruste auto. Dus dat vind ik eigenlijk wel fijn. Uiteraard heeft hij natuurlijk een spiegel, make-up spiegel links, maar ook rechts. Achter het schuifje kan je dat doen. En een clip om allerlei kaartjes achter te steken. En uiteraard heb je hier ook de clip voor je parkeerkaartje, dat hij niet alle kanten opzwemt. Dat is de Skoda gewoon een heel handig, praktisch merk. Die gewoon
heel veel dingen gewoon goed over nadenkt. Er zitten ook in de kofferbak haakjes waarmee jij bij stukken tasjes aan kunt hangen. En bepaalde uitvoeringen zit er ook een zakkantaartje in die je eruit kunt klikken. Mocht je een keer lekker bij de band staan, dan kan je hem gewoon zelf wisselen. Dat heb ik deze auto achter nog niet bekeken, maar het zou kunnen. Deze auto heeft geen open dak, heb je ook helemaal niet nodig, want deze auto heeft tenslotte een uitgebreide automatische airconditie met luchtzuivering. Dan heb je dat ook niet zo heel erg hard nodig. Voor de rest zit er ook stoelverwarming op. Nou, op de vorige Skoda zat dat ook. En ik moet zeggen, heel af en toe gebruik ik dat. Als je echt een hele koude auto hebt en je hebt last van je rug of zo, dan is het geweldig. Een koude rug is niet zo fijn. En als je last van je rug hebt, is het helemaal niet fijn. En dan zet je het aan en echt binnen vijf tellen voelt het niet zo warm aan dat je op een steen over zit. En dat vind ik eigenlijk wel handig. Ik gebruik het niet heel vaak, maar voor die paar keer dat je last van je rug hebt of als het heel erg koud is in de auto, is het wel handig. Voor de rest kan je hier in het tussenscherm hier een hele trits aan soorten informatie laten komen. Hoeveel ik moet rijden en met de andere knop kan je als het ware bladeren. De gemiddelde snelheid, wat de actuele snelheid is. Hij gaat waarschuwen als je 130 rijdt. De olietemperatuur is 87 graden. En we rijden nu 1 op 25. Als het goed is. Bijna ruim zelfs. En de auto dan al zo goed als de temperatuur. Ja, en daar koop je zo'n auto eigenlijk ook wel voor. Hè? Want je wil natuurlijk gewoon met die ontzettende hoge benzine- brandstofprijzen. Wil je natuurlijk gewoon geld overhouden voor leuke dingen. Dan dat je geld verliest bij de pomp. Ja, laten we wel zijn. Het verbruik is inmiddels al gezakt naar 1,17. Nou heb ik nu nog niet zo heel veel kilometers gereden natuurlijk, dus dat is ook niet helemaal... Nou, hier kan ik nog andere dingen instellen. Als ik een apparaat verbind, dan kan ik er nog wat dingetjes aan vastknopen. Ik heb de telefoon nog niet gekoppeld en gepaard. Dat doe ik pas op een later moment. Nou. En omdat die warm is, mogen we zo meteen op stevig wegtrekken. En het grappige is, als ik een filmpje hiervan maak en dan speel ik af op mijn computer met mijn koptelefoon op, dan klinkt die in de verte als een Porsche 911 van het type 996. Zitten ze uitvoering met een extra stille uitlaat. Alleen het gaat niet zo hard natuurlijk, want die heeft natuurlijk drie keer zoveel vermogen. Maar aan de andere kant, deze auto komt ook makkelijk 2,5 keer zo ver op een liter benzine. En Motorblok heeft iets betere reputatie. Is, hoor je dat helemaal niet. Je verneemt er eigenlijk weinig van. Huppatee, naar zijn 6 toe. En dan draait hij een hele relaxe 2.500 toeren en dan rij je 120. En dat mag nog wel. Over een week of 3 of 2, dan gaat de maximale snelheid overdag naar 100 km per uur. Omdat we iets aan het stikstofprobleem moeten doen. En dan stikstof tussen twee haakjes natuurlijk. Maar het probleem zat alleen in de hoofden van de politiek en van wereldvreemde groene organisaties. Die zich laten gebruiken met vervalste, onjuiste informatie. Maar dat is een hele andere discussie. Dan rijden we gewoon lekker 100, 105, wat ik meestal eigenlijk doe.
En daar had de motor 2100 toeren in zijn 6. Nou, dat vind ik wel heerlijk rustig. Dat is ook heel, heel prettig. Even wachten of we er langs kunnen. Deze auto, hij heeft dat kleine schepje vermogen meer wat ik graag op de 1200 willen hebben. Niet dat dat nou een trage zak is, of zo helemaal niet. Bijvoorbeeld als je natuurlijk een jaar of 5, 6 met zo'n ding rijdt en tussen de 60 en de 70.000 kilometer gereden hebt, onder allerlei omstandigheden. Heel erg warm, heel erg koud, helemaal vol, helemaal leeg. Met 180 over het snelweg in Duitsland blazen of gewoon Nederland mee sukkelen in de file. Dan, zeker als je op de snelweg wat meer wil doen, dan, ja, dan is een stukje extra vermogen toch altijd wel heel erg fijn. Nou, verder valt er niet zo heel veel over te vertellen wat ik eigenlijk al in de vorige video eigenlijk al heb verteld. Sommige dingen heb ik dus dubbel verteld. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En u hoort wel weer van ons. Doei! Oh, en voor ik het vergeet. Als je de video leuk vindt, en je vindt het kanaal leuk, vergeet niet te subscriben en te liken natuurlijk. Dat zou ik erg leuk vinden. Dankjewel!